trend van dit moment is dat die tuinen weer groener worden. Die tegels moeten uit de tuin en we willen weer borders hebben. Borders hoeven niet heel moeilijk te zijn. Ze kunnen heel eenvoudig gemaakt worden, heel groots, maar ook heel klein. De border die ik hier bijvoorbeeld heb, die staat op een dakterras. Ik heb ze gewoon in bakken gezet en dat is ook wat ik wil laten zien. Een border kan je perfect in een bak maken, in een pot, voor op je terras of op je balkon. Ik heb hier één grote bak neergezet. Dat zijn dezelfde bakken als die ik hier op het dakterras heb gebruikt. Die zijn er ook in meerdere kleuren te verkrijgen. Daar is hij nog in een lichtgrijs, maar hier heb je hem ook in een spierwit. De kleur die we op dit moment heel sterk in die tuin terug zien komen. Maar wat ik heb gedaan is tot op deze hoogte afgevuld met hydrokorrels. Daarna verder volgedaan met potgrond. En dan heeft het één heel groot voordeel. Op een dakterras of balkon moet de bak niet te zwaar zijn. Nou, de bak zelf die is heel licht, omdat hij van kunststof is. Door de hydrokorrels tot halverwege te vullen en daarna de potgrond, voorkom je dat je een heel zwaar gewicht op je balkon of dakterras zet. En wat we nu gaan doen, is gewoon nog lekker afvullen. Als eerste ga ik hier een hortensia bij gebruiken. Want als ik veel naar die boeren-erven ga kijken waar ze met borders werken, dan zie je dat er heel veel met hortensia's wordt gebruikt. En daar zet ik dan zo'n gras bij, zoals deze bijvoorbeeld, ook met die mooie rooige puntjes. Je ziet hoe mooi die combinatie is. En wat ik daarbij ook wel leuk vind, voor zo'n cottage-tuin, die mag een beetje dat landelijke gevoel krijgen, dat speelse. Daarnaast Astilbe, ook weer zo'n plant die we van vroeger kennen. Die vind ik ook weer perfect passen in zo'n cottage border. Die gaat er hier aan deze kant bij in. Zo, wat hoger. Kijk, die zijn weer mooi op diezelfde hoogte. Die kleur roze komt weer terug. En dan krijg je dat speelse effect weer. Dan wil ik hiervoor eigenlijk wat gras en die ga ik hier aan de voorkant zetten. Hier zo. Ik zet alles een beetje asymmetrisch neer, waardoor je dat speelse effect krijgt. En ik ga ook wat meer een weeftechniek doen. Alles gaat door elkaar groeien, niet strak gegroepeerd, maar ik wil echt dat romantische cottagegevoel krijgen. Wat ik zelf heel mooi vind daarbij is de asparagus. Dat is een kamerplant en heel veel mensen weten niet dat die naar buiten kan. En die wil ik hier ertussenin hebben. En dan moet je eens kijken wat zo'n asparagus doet. De achterkant is eigenlijk helemaal gevuld. En ik wil hier nou aan de voorkant met wat lagere planten werken, maar ook weer dat luchtige gevoel. Daarvoor heb ik hier die gebroken hartjes, die centra. Vind ik ook weer zo'n plantje wat er prachtig mooi bij past. Die zie je ook echt vaak bij boerderijen nog staan. En het grappige is, dit is een vaste plant. En wat ik hier aan het doen ben, ik maak combinaties tussen vaste planten. Dat noem ik eigenlijk het groene skelet. En eenjarigen. De eenjarigen zorgen dadelijk voor de extra kleuraccenten. En die vaste planten blijven elk jaar terugkomen. Dit keer kies ik voor het blauwe contrast. Dan zou je zeggen, dit is helemaal geen blauw, maar paars. Nou ja, als vakmensen noem je dat blauw. Het ziet er inderdaad meer uit als paars. En die gaat hier aan de zijkant erbij. Ik zet hem weer iets schuin erin, op deze manier. Zodat hij gelijk mooi over de rand komt. Dat hij mooi gaat hangen. Dan heb ik hier een andere plant. Eigenlijk ook weer een kamerplant. Dan moet je eens kijken, als die er hierbij inzetten, wat het doet. Dan krijg je echt weer gelijk dat lekkere speelseffect. En dat is er ook weer eentje, niet in de volle zon. Half schaduw doet hij perfect. Hij kan lekker groot worden en geeft ook weer dat hele luchtige gevoel. Nou, als je hier nou laag met die paarsblauwe kleur werkt, heb je hier hoog ook nog nodig. Daarvoor gebruik ik deze, Veronica. Als je de wortels ziet dat ze zo dicht op elkaar zitten zoals hier, en je wilt dat ze goed gaan wortelen, is het verstandig om heel eventjes de wortels iets te laten schrikken door met je nagel zo eroverheen te gaan. Nou, dat beschadigen van de wortels doe ik zodat hij zich goed gaat hechten in de potgrond en dat hij lekker veel wortels gaat ontwikkelen. Zo. Wat ik nu heb gedaan, ik heb nou het blauw mooi verdeeld. Alleen het roze zit nog te veel bovenin. Dus hier onderin moet ik wat meer met roze gaan werken. Dus ik heb hier een campanula gepakt. Daar zit al een beetje dat roze-blauwige in. En ik heb hier nog een klein potroosje wat ik hier gezet, zodat ik ook lager dat roze weer krijg, waardoor je ook in verticale lijn heel mooi in balans blijft. Maar zo krijg je op een hele eenvoudige manier toch die country-style border op jouw terras.